Waarom is dit zo belangrijk dat dit gebeurt? Omdat de bijen en de wespen en vlinders wel een beetje uitsterven. Ik kan niet van beroep, jongens. Nou, er is al een heleboel aan het veranderen, gelukkig. Want de initiatieven die je hier vandaag gezien hebt in Geesteren, is zo dat... Wij doen dat binnen onze verenigingen, dat is de Natuur- en Vogelwerkgroep De Grutto, wat zijn domicilie in Weerselo en omgeving heeft. Doen dat al sinds vorig jaar, maar we zijn al veel langer druk om de jeugd bij de natuur te betrekken. En waarom? Heel simpelweg, als je met de natuur niet in aanraking komt, krijg je er ook geen feeling mee. En als je geen feeling hebt, hoe kun je er dan ooit iets voor terug doen? Heb jij een idee hoe het eruit ziet over 3 maanden? Met allemaal mooie bloemen en wespen en vlinders, bijen. Waterschap die doet heel veel aan educatie en wij vinden met name de jeugd is onze toekomst. Waterschap is heel vaak zeg maar onzichtbaar. En wij maken ons steeds meer zichtbaar om dit soort dingen te doen. Wij vinden dat prima. Wij vinden het heel leuk dat kinderen zeg maar bezig zijn met de natuur achter die... iPad weggaan en met de handen en de voeten in de klei of in het zand komen te staan. Vinden wij belangrijk als waterschap Vechtstroom. Dus vandaar de gratis beschikbaar stellen van deze grond. Het is ontzettend belangrijk dat we vanuit het waterschap en vanuit de gemeente hier een klein stukje bij helpen. En het grote werk gaan jullie natuurlijk met z'n allen doen. Want jullie zijn voor ons de toekomst. Jullie zorgen dat er genoeg bijen blijven, dat er genoeg bloemen zijn. Dat de vogels lekker kunnen eten. Dat we in de toekomst ook fruit eten. En ik hoop dat jullie daar ook bij blijven helpen. En ik vind het ook een fantastisch mooi initiatief. Waar we echt een warm hart toe dragen. Want in de kennen is genoeg te houden in de tuintjes. Maar juist buiten de kennen zul je zien dat het allemaal kleurrijker wordt. En we proberen dat ook een beetje net als hier langs de wegen te doen. Waar toch veel publiek langskomt. Dat ze het ook zien wat er gebeurt. Dat is ook belangrijk. De bijen en de hommels die storen zich daar niet aan. Die kennen wel verkeer. Dus als er een straat 30, 40 meter daar vandaan loopt. Dat is helemaal niet erg. Maar zo kunnen we de mensen en ook de toeristen laten zien waar we mee bezig zijn in de gemeente. Nou, we willen ook graag bij elk... project zoals we hier doen, ook infobordjes bijzetten. Op een gegeven moment hier kunnen mensen van de fiets stappen en zeggen van, hey, wat is hier aan de hand? Waarom staan hier zo'n mooie bloemen? Nou, dan kunnen ze op zo'n infobord lezen van wat er aan de hand is. En dat het ook duidelijk voor de biodiversiteit is. Waarom betrekken we de scholen erbij? De scholen liggen mooi verdeeld door de gemeente Tubbergen. Op die manier krijgen we mooie linten. We hebben linten nodig voor de bijen en de insecten en voor de hommels. Dat ze van de ene plek naar de andere plek kunnen vliegen. Strooi maar goed uit. Ja. Nog iets meer hier naartoe? Ja. Ja, heel goed. Heel goed. Hier waren jullie al geweest. Heel goed.